Ja. Oh, nog eentje, sorry. Ik heb er nog één. Search. Ja? De zoeken, gebruik je wel eens de zoekfunctie op websites? Eigenlijk gebruik ik Google dan. Ja. Omdat ik weet dat de interne zoekfunctie van websites vaak heel erg slecht is. Aha. Dat is heel goed om te weten. Dan zou ik vragen jullie, tweet ons naar SneakerPeet. @SneakerPeet of @Vasilis. Nou, waarschijnlijk liever naar mij. Maar ik ben heel erg nieuwsgierig waarom mensen een interne search zouden gebruiken. En om het volgende. Wat je meestal ziet is dat interne search, omdat er vanwege budgetkwesties en vanwege... Maar misschien ook dat je niet echt weet waarom je een search hebt op je website. Ja. Dat het een beetje Google-naboots is. Maar de vraag is of Google, een Google-achtig resultaat, wel hetgeen is waar mensen naar zoeken. Ja, ja. Weet je wel? Dus als je op een... Of je niet specifiekere op jouw soort content... resultaten wil. Ja, 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 ja. En dus als je naar een advocatenkantoor gaat, dan ben je eigenlijk op de contactlijst terug. Of als je op de wasstraat zoekt, dan wil je niet een lijst met artikelen, dan wil je gewoon de video's naast elkaar, misschien wel. Ja, precies. Hoewel dat zo bij de wasstraat is, het ook weer niet zo handig. Oh. Want die lijken allemaal op elkaar. Je kan ja, niet zien nee, van... Oh ja, dat is die aflevering waarin ze dit zeiden. Ja. Nee, nee aan de thumbnails kan je alleen zien van... Oh, dat is die aflevering dat ze naast elkaar zitten in een ja, auto. Ja, precies. Heel kenmerkend. Het enige waar, hoe je de afleveringen uit elkaar kan houden... is wat voor t-shirts wij aan hebben. Ja. En het horloge wat telkens verandert. Ah, kijk. Dat is een kleine easter egg. Ik weet, als je mij hebt, zijn mijn horloges nu wel op. Dus mocht je wat nog een horloge over hebben, stuur het naar ja, stuur het naar mij inderdaad. Ja. Ja. Ik draag hem direct. Want ik heb, geloof me, ik heb geen 18 of 19 horloges. maar dat is dus een oh ja, dat hele... is een interessante. Kijk, wat ik altijd heb is van... dat de zoekfunctie vaak ontzettend slecht is. Ja. Dus dan zoek je iets en dan vind je het niet, terwijl je weet dat het er staat. Ja, en dan ga je naar Google en dan probeer je daar en dan vind je het in één keer. En dan vind je het wel. Ja. Dus dat is vaak ook, dan denk ik, jongens, zet nou gewoon niet die zoekfunctie erin. Ja, want het is echt frustrerend. Het wordt slecht. Dus of wat veel sites doen, is die gebruiken gewoon een Google search box. Ja. Dus staat gewoon het zoekveld, typ je in en dan krijg je de zoekresultaten bij Google. Ja, maar dan nog steeds hoor, want ik ben ervan overtuigd dat de bouwers en de opdrachtgevers van het maken van de website en dus ook de search functionaliteit, die weten zo bizar veel over de gebruiker, als het goed is. In elk geval over wat ze willen bereiken met die gebruiker. Ja. Wij gebruiken er allemaal middeltjes of methodes voor. Oh, ik geloof dat is afgesloten. Echt een hele leuke route die we ja, en dat wordt een hele lange. Door de Indische buurt, jongens. Yes. Maar dus dit, je weet, wij gebruiken middelen als toptaken bijvoorbeeld. Ja. De drie functies waarvoor mensen bij een website komen. Ja. Misschien moeten de resultaten daar ook op aansluiten. Of de zoekfunctionaliteit. Ja. Dat je dus niet heel erg ver en diep in een website wordt gestuurd. Maar dat je gewoon de resultaten krijgt die passen bij die toptaken. Bijvoorbeeld contact maken of, ja. Of een researchstuk vinden. Ja. Ja, dat kan. Alleen het punt is een beetje dat je moet dan heel goed kunnen indexeren. En dat is lastig. En je moet eigenlijk beter je site, je content kunnen indexeren dan Google dat kan. Ja. En het idee was er wel. Je had op een gegeven moment dat je zo'n Nederlandse partij... Die is nog steeds redelijk succesvol met een of andere eigen zoekmachientje. Uh-huh. Maar die moet je handmatig onderhouden. Dus daar heb je content oh, en die moet je ja, ja, ja. handmatig die content er toevoegen. En dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Dat is bijvoorbeeld een van die dingen die... Een van die zoekmachines waarvan ik... En er staat ook nog eens, als je daar een woord invult, dan staat er voer twee woorden in. Hoe bedoel je? Ja, dat is stom. Ja, dat voer een vraag in. Nee. Ja, dat is dus een zoekmachine die jou corrigeert. Ja. En zo, wat de hel. Oh. Heel
Hagelslag. Het spijt me, dat is geen vraag. Ja. Nee. Ik zoek hagelslag. Ja. Ik zoek hagelslag. Enter. Oh, het spijt me, ik heb te veel resultaten gevonden bij dit. Dat is geen vraag. Ik wil hagelslag. Nee. Mag ik hagelslag? Vraagteken. Oh ja, en dan gewoon nee. Het lijkt erop dat u, beleg zoekt. Donk! Verdorie. Ja, de zoeknatie is dat meer. Ja, precies, ja. Het lijkt erop dat u zomaar wat intypt. Of de clippy dan in beeld krijgt. Oh god. Ja, precies. Dus je moet er ook mee uitkijken. Hè? Want, ik denk niet te specifiek wordt, maar... Supergoed. Ja. Zoekalgoritme. Of in ieder geval een zoekdienst. Google heet die. Ja. Ik vraag me dan af, kunnen we dat beter? Als je zeker weet dat je het beter kan, dan moet je het vooral doen. En als het je iets oplevert... Ja, ik denk dat je specifieker kan worden, omdat je bezoekerskennis hebt. Ja. Maar dat je ook resoluut moet zijn in dingen die je gewoon niet wil teruggeven. Ja. Dus dat je bij wijze van spreken heel erg impliciet maakt, bijvoorbeeld in de bewoording die je kiest in je zoekbox. Ja. Bijvoorbeeld zoek naar locatie, soorten broodbeleg. Mijn schoenmaker, die is goed. Oh, wat een meester. Die is echt heel goed. We rijden door de Dapperstraat. Oh, Jaapstraat? Ja. Oké, dacht. Oh, de Dapperstraat zit hier in de buurt, toch? Ja, dat is een markt. Daar rij je niet overheen. Nee, precies. Ja. Tenzij je mensen omver wil rijden. Ja. Maar dat doen we deze. Vandaag niet. Het is ook feest, zo te zien. Het is gewoon altijd druk. Ja, en deze dame die is aan het zoeken. Oh, dit hola. Ja. Ze is heel erg anticiperend aan het rijden. Voor de mensen die daar lopen. Oké. Oh, dan gaan we nu langs de Appie. Onder het spoor door. Maar goed, het is een... Het is een heel erg grote uitdaging, heb ik gemerkt. En een uitdaging die niet per se met techniek opgelost hoeft te worden. Nee, dat ben ik met je eens. Ik denk dat het inderdaad misschien gewoon wel weer eens tijd wordt om creatief los te gaan met zoeken. Ja, ja. Daar heb je wel groot gelijk in. We doen te lang, doen we... beetje de Googles. Kijk, Google doet zelf natuurlijk, is het ook heel erg aan het veranderen met gepersonaliseerde resultaten. En... Ja, gebaseerd op je social, et cetera. Ja, ja. Allereerst Google Plus resultaten, dat soort dingen. Dat is, ja. Ja, en daarna de resultaten van je vrienden. Ja. Sorry. Kijk, zoals ik al eerder zei, ik ben geen voorstander. Ik ben daar ook niet zo'n fan van. Maar het Het is natuurlijk wel iets interessants. Ja. Het is zeker interessant en ik ben heel benieuwd. Ja, ik weet niet of je kan je Google nog waarderen. Zo van, dit is inderdaad het resultaat wat ik zoek. Wat ik bijvoorbeeld zie met DuckDuckGo, wat die doet, is dat die een aantal soorten resultaten zet hij altijd bovenaan. Dus Wikipedia, dat is een apart soort lijstje. Dat is anders vormgegeven. Oh ja, ja. Dus ja, dat is dan meer gewoon de resultaten van... Wikipedia en ik weet niet, nog een paar van dat soort sites. Ja, precies. Ja. De bronnen waar mensen meestal toch al naar zoeken. Ja, ja, precies. Ja. De resultaten van als je zoekt op het... Ja, dat is op zich wel slim. Zeker als je dus vaak zoekt naar hoe schrijf je ook weer excellence. Precies. Of de betekenis van iets. Ja, precies. Definitions, ja. Ja. Nee, dat is... Google Translate moeten ze trouwens nog wel eventjes... erin zitten. Ik ben steeds vaker gebruik aan het maken van de thesaurus. Ja, die gebruik ik ook vaak hoor. Google Translate is echt wel... Dat is een hele toffe als ik Engels... Functie. Ja, ik schrijf de laatste tijd wat meer in het Engels. Ja. Nou ja, het is gewoon niet mijn native... Dat is niet je native tong. We speaken barely English. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Oké. Altijd leuk, hè?